Hi, leuk dat je weer kijkt naar een vlog van Codelief. Ik ben Marleen, ik kom uit het zuiden van Nederland. Ik woon in de buurt van Eindhoven in een dorpje Heesen. Ik prei heel graag, kijk heel graag preivlogs. Maak onregelmatig zelf ook een preivlog. Deze keer ga ik weer even wat korte kletspraatjes houden. Gelukkig is corona op dit moment redelijk onder controle en zijn de ziekenhuizen niet overbelast. Dus er kunnen weer allerlei breidagen. Nou ja, letterlijk de Nederlandse breidagen gaan weer gehouden worden. Jammer genoeg heb ik dan net een vakantie gepland. Zit ik in Noord-Duitsland, dus ik zal er niet bij zijn. Maar ja, zo meteen zal ik het nog even aanstippen. Ik ben één iets groter project aan het breien. Een sjaal, een hap. Die wil ik even laten zien. Ik heb wat dingen aangeschaft. Wie weet ga ik nu echt sokken breien. Dat wil ik laten zien. En nou, laat ik dus beginnen met korte kletspraatjes. In augustus was ik begonnen met Vlogust om een nieuw editingsprogramma, dat je die video's mooi knipt en het geluid er een beetje onder zet en dat het allemaal een beetje soepel in elkaar overloopt. Ik heb dat echt nodig, uitgebreid editen van mijn video's, want ik begin te kletsen. Er is niemand in de ruimte. En op dit moment heb ik wat aantekeningen gemaakt, maar meestal denk ik, oh, ik ga een vlogje opnemen. En dan begin ik te kletsen en dan kom ik helemaal ergens anders uit dan ik eigenlijk van tevoren bedacht had. Dus dan moet ik weer knippen en plakken en wat is een logisch verhaal om te horen. Ik had me opgegeven als vrijwilliger voor een Engelse online conventie van de Knit and Crochet Guild in Engeland, de Unconvention. Die is gehouden in, het was september alweer, hè? 9 en 10 september. Ik heb verschillende video's geëdit. Dat was heel leuk om te doen. Jammer genoeg zijn die alleen toegankelijk voor leden van de Knit and Crochet Guild. Aan zich is dat wel interessant, maar ja, je moet toch wel sowieso de Engelse taal machtig zijn. En het gaat ook wel vooral over de geschiedenis in Engeland. En die is toch wel weer enigszins anders dan de Nederlandse breigeschiedenis, zeg maar. Ja, toch wel. Misschien dat ik even een omweggetje kan laten zien, want heel vaak als je op YouTube pagina's bent van de een of andere in een lijst van video's, maar als je dan op playlists klikt, dan kun je wel weer alle video's zien. Dus het zou kunnen zijn dat je op die manier toch de video's te zien krijgt. Zelf had ik geëdit aan een praatje van Lucy Hake. Was een heel leuk praatje. Lucy Hake is bekend van Celtic Capeling. En bijvoorbeeld bij Nana Seilhauer, Naantje Nits. Zij geeft workshops over de patronen van Lucy Hake. Lucy die is zelf een muzikante. En dat is in mijn hoofd is dat heel logisch. Ze heeft een iets andere manier om de kabelpatronen die zij ontwikkelt op te schrijven dan normaal. En ze heeft twee boeken geschreven, Celtic Capeling en eentje Illuminated Knits. En die Illuminated Knits, daar breidt ze alles in het rond. En gebruikt ze verschillende kleuren om die kabels te maken. En nou ja, daar kun je inderdaad, als je die patronen voor het eerst ziet, dan is dat behoorlijk abracadabra. Maar
Nana, die neemt je bij de hand en leidt je door dat patroon heen. Zeker een aanrader om dat te doen als je het leuk vindt om die patronen te doen. Zij vertelde in haar praatje kort over de geschiedenis van de Kelten, over de geschiedenis van de kunst, Keltische kunst, over George Bain, die een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar die Keltische kunst en ook een soort handleiding heeft gemaakt, een boek heeft geschreven, waarmee je zelf onder andere die Keltische knopen zou kunnen ontwerpen. En zij als muzikante is natuurlijk gewend om muzieknoten te lezen, wat voor mij ook enigszins abracadabra is. Toen ik een jaar of 10 was, toen heb ik elektronisch orgel gespeeld met een drum op de achtergrond. Dus het klonk al heel snel. Nou ja, het was een relatief duur apparaat. En mijn zus en ik hebben er allebei een paar jaar les op gehad, maar waren allebei niet, dat je zegt, talentjes of zo, gemotiveerd. Nee, ook allebei niet zo. Dus de kerstplaatjes, dat was ons hoogtepunt van het jaar. Dat we voor de oud-tantes Stille Nacht speelden, weet je wel? Nou, oké. Tot zover de jeugdherinneringen. Lucy Haig is dus wel echt een goede muzikante. Ze werkt ook nog in een breiwinkel in Edinburgh. Nou ja, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Dat is nog wel een doel om daar ooit naartoe te gaan, naar Schotland. En Edinburgh Yarn Festival. Dat zou ook nog wel eens leuk zijn. Ik was aan het vertellen over de Unconvention. Dus daar vertelt ze over. En ze vertelde erover dat ze George Bain, die heeft een eigen museum. Ik schrijf even hieronder hoe het museum ook alweer heet. Nee, dat heb ik niet opgeschreven bij mijn aantekeningen, jammer. En daar hangt bijvoorbeeld ook een truitje, een kindertruitje, wat hij heeft ontworpen met Keltische key pattern. Dus een soort, niet een knoop, maar een baard van een sleutel, zo noem je dat toch, hè? De onderkant van een sleutel of de bovenkant. Bah, volgens mij kan het allebei. Maar dus niet iets wat over elkaar is. Maar, dat vertelde dus Lucy, dat ze heeft gewerkt aan het ontwikkelen van een horizontale kabel. Want ze zegt, tot nog toe heeft ze gewerkt met niet helemaal horizontale kabels, maar een beetje schuinlopend. Dus die zeg maar heel, hoe noem je dat dan, vlak, slap, met weinig helling omhoog lopen. Dus die lijken wel horizontaal. Maar nu had ze een aanpassing gemaakt van een laterale vlecht, lateral braids. Ik zal even een verwijzing hier ergens doen, dat je kunt zien wat ik bedoel, want je hebt die Latvian braids en lateral braids. Nee, ja, oké. En daarmee was het haar gelukt om echt een hele horizontale kabel te maken en dan dat key pattern. En jammer genoeg was ze bang dat ze net iets te lang aan het praten was. Dus ze had eigenlijk de techniek helemaal uit willen leggen, laten zien. Maar dat is er niet meer van gekomen, want er kwamen inderdaad allerlei vragen en zo. Dus dat is wel jammer. Oké. Dat was dus een praatje wat ik geëdit had. En ik had nog van Rachel Lemmon, cast on en cast offs. Dus verschillende manieren van opzetten en afkanten. Dat was wel leuk en er waren wel grapjes tussendoor. En van Maureen Wheeler van Boohoo's Knitting. Dus een beetje over de geschiedenis van breien in Zweden tussen 1939 en 1969. Die Boohoo's, ik zal even verwijzen naar een vlog van Fruits Knitting. Die hebben het daar ook uitgebreid over. Was een hele high-end art. Wat ben ik ervoor? Ja, nou, ik heb een Engels programma. Ik ben heel veel Engelse termen aan het gebruiken. Sorry daarvoor.
Maar dat was dus eigenlijk heel chique, hele dure, exclusieve truien. Met exclusief garen gemaakt. Angora garen was er ook grotendeels in verwerkt. En nu begreep ik eigenlijk ook, toen ik er nog wat meer over gelezen had, dat in de beginjaren was dat angora garen eigenlijk nog niet zo algemeen gebruikt. Maar met name in en na de Tweede Wereldoorlog werd dat veel gebruikt. En toen, we waren laatst in het museum Kamp Vught. En daar werd inderdaad ook gezegd dat die angora-konijnen ook echt door de Duitsers geïntroduceerd werden. Omdat die angora-haren waren heel nuttig, of ja, heel bruikbaar om vliegeniersvesten te isoleren. Dus het was heel warm. En dat was een van de baantjes die je kon hebben in Kamp Vught. Ja, en het was een van de meest gewilde baantjes daar. Niet zo zwaar met de konijnen. Ik kan me voorstellen dat je nog wat konijnenvoer pikt op het moment dat niemand kijkt. Nou ja, oké. Ja. Ik begin alweer afgeleid te raken, want er was echt een hele leuke tentoonstelling. Het ging ook wel over hoe het toen ging met kleding. Hoe mensen zeg maar hun kleding in de Tweede Wereldoorlog verzorgden. Hoe ze aan kleding kwamen. Hoe inventief ze waren. Ja, was heel interessant. Daar heb ik ook wel wat opnames van. Ogenblikje. Ik heb het gelijk maar even nagekeken. De expositie heet Mode op de Bom. En die is nog tot het einde van deze maand, tot en met 31 oktober. En dat gaat dan bijvoorbeeld ook over breien met hondenharen. Over de bevrijdingsrok. En over het vermaken of maken van trouwjurken met parachutestof. In augustus heb ik toch echt wel bijna 2 weken vloggest volgehouden. Het was de bedoeling om bijna iedere dag een filmpje te maken in augustus. Om zeg maar dat nieuwe editingprogramma onder de knie te krijgen. Op een gegeven moment had ik filmpjes gemaakt, maar zat er een dochter bij op de achtergrond te zuchten en te kreunen en een beetje besmuikt te lachen met alles wat ik zei. Nee, was niet ideaal. Dus toen ben ik aan editen begonnen, maar toen heb ik ze er niet online gezet. Nou ja, en voor de rest, we zijn ook nog regelmatig uit geweest. Het begin van dit vlog was ook wel met beelden van allerlei wandelingen die we gemaakt hebben. We hadden nog wel wat in te halen. En we zijn bijvoorbeeld in, dat was op onze trouwdag, was het ook nog de dag van de duinen. 18 september is dat. Zijn we in Beverwijk geweest. Hebben we een mooie duinenwandeling gemaakt. En daarna in Wijk aan Zee nog genoten. We waren een keer gaan wandelen met iemand van Stichting ARK. Zij beheren natuurgebieden met grote grazers in de buurt van Nijmegen, in Millingen. Dat was ook heel erg leuk, want het was een mooie warme dag. Dat je inderdaad heel veel vlinders zag en insecten en dergelijke. Oh, en we kwamen toen ook langs de theetuin van Millingen. Nou ja, daar was het hartstikke vol, was helemaal volgeboekt. Echt een leuke plek daar. Voordat je daar bent, moet je echt een heel eind of wandelen of fietsen. Dus het is midden in de natuur, zeg maar. Ja. Hebben we nog ergens gewandeld? Oh, we zijn nog naar in de buurt van Stellendam. Dat is zeg maar dat een van die zuidelijke puntjes van Zuid-Holland.
of het Zeeland is of Zuid-Holland, is altijd de vraag. Voor mij als Brabander, voor de mensen daar is dat gewoon heel duidelijk. Zuid-Holland is het. En daar heeft Natuurmonumenten heeft daar een heel mooi vogelkijkhut gemaakt. Een beetje anders dan anders. En daar zal ik ook wat filmpjes van laten zien. Daar hebben we heel veel eenden gezien. Bruine kiekendief. Dat is zo'n roofvogel. Dan zie je allemaal die eenden, die zie je wegvliegen. Natuur is hard, hè. Je kunt denken van, oh, wat zit ik hier gezellig. Wat is een lekker weertje. En dan ben je alweer opgegeten. Zo. Ja. Dus altijd, ook al is het gezellig, ook al is het lekker weertje, komt er niemand aan. Ja. Nee, het is goed om mens te zijn. Oké. Dus die vlogus, dat was, nou ja, alweer snel voorbij. Misschien ga ik nu weer wat, maar ja, binnenkort ga ik op vakantie, dus dan zullen er geen filmpjes zijn. Dutch Design Week staat voor de deur. Oh, dat is gelijk mijn eerste kletspraatje. Van 16 oktober tot en met 24 oktober is de Dutch Design Week in Eindhoven. Ik ga een dagje vrijwilliger zijn. Ik ga een dagje met mijn nichtje, die nu aan de Design Academy studeert. Zo leuk, ja. Allemaal die kansen dat die jongeren allemaal uitgaan. De een is natuurkundige, de andere Design Academy, dan weer rechten. Ja. Gelukkig hebben we ook iemand die is gestopt met studeren. Gelukkig zit dat er ook nog bij. En daar is onder andere, bij de Dutch Design Week, is bijvoorbeeld ook het Zeeuws Museum. Dat komt daar al verschillende jaren. En ze hebben wel eens iets met Christine Meinersma gedaan. Maar dit jaar komen ze met een van mijn favorieten, Lorette Karman. Heeft voor het Zeeuws Museum onderzoek gedaan naar kleurstoffen in. Ja, en nu weet ik niet precies. Damask staat op de website van... De linkje kun je hier beneden vinden op de website van de Dutch Design Week. Maar is Damask, het zal toch wel hetzelfde als Damast zijn? Of niet? Daar hou ik me even buiten. Misschien meer als ik weer een volgend vlog doe, maar misschien vergeet ik het ook al wel. Dan moet je het even zelf nazoeken. En wat inderdaad ook nog heel erg leuk is, ik vervang nog altijd voor een collega. Oké, dat is minder leuk. Die nog steeds geblesseerd is en niet kan werken. Ik ben schoonmaakster bij II Exclusives. En die werken dan samen met Lorette en het Zeeuws Museum. En ik ben benieuwd wat ze daar doen. Want ik ben van 6 tot 8 bij II Exclusives aan het werk. En daarna gebeurt het echte weefwerk. We zijn weer mooie dingen aan het maken. Oh, ja. Dat was mijn eerste kletspraatje. Dus die is zeg maar over 2 weken ondertussen. Nou, als dit online is, een week. Begint het dus Design Week. De Unconvention, die is dus al geweest. En misschien dat je hem via die zijweg kunt bekijken, die filmpjes. Het is oktober, dus het is ook de tijd van soktober. Dus als het goed is, we gaan op vakantie, we gaan naar Duitsland. Ik ga lekker zitten breien. Man rijdt, ik breid. Nee. Mijn man gaat rijden, ik ga breien. Oké, nu heb ik hem. Ik heb allerlei sokkenpatronen. Als eerste dat had ik gekocht van een Finse ontwerpster, Susanna Winter. Talvi Nits heet zij ook wel. En ze heeft naar aanleiding van de film June, dat is een of andere SF-film. En ik heb hem zelf nooit gezien, maar een nichtje van mij. Of een nicht, ik ben de jongste van de familie. Maar de grootste... Het is heel zielig bij onze familie. Ik ben 1,65 en ik ben een van de grotere. Ja, oké. Maar die nichtje van mij, die was altijd grote fan van June.
Er is dus ook een boek over specerijen en weet ik veel wat allemaal. En Susanne Winter die heeft er voor oktober een knit-along van gemaakt. Iedere week een nieuw patroon. En dat heet Spice Must Flow. En ik heb dit garen. Dat is, ja kijk, mijn achtergrond. Ja, dit is wel een favoriete kleur. Dit is een promobol met 50% wol en 50% acryl. Garen van de Zeeman. Dus het is niet het allerstevigste, maar wel redelijk warm. En daar wil ik die sokken van gaan maken. En Susanna Winter is een hele technische breister. Ze heeft een, als je het leuk vindt, een interessant blog. En dan heeft ze het over de trends voor het najaar. Ze heeft het over bepaalde technieken. Als je zeg maar twee draden combineert, hoe dik wordt dan je garen? En daar heeft ze echt een rekenmethode voor. Ik heb nog een ander patroon van haar. Dat was ook een mystery knit along voor een. Even wachten, het komt zo. Het is een film van Hitchcock. Ik wil zeggen indigo. Nee, nee. Het betekent als je duizelig bent. Een petigo. Dat is die ziekte. Indigo is die kleur. Vertigo. Zo heet hij. Het waren de Halloween Mystery Mittens van 2020. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze dat dit jaar ook doet. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Over Mystery Knit Along gesproken. De Mystery Knit Along van Stephen West gaat weer bijna beginnen. Ja, het zal niemand ontgaan zijn. Shorlography. Hij heeft wel een heel leuk promotiefilmpje ervoor gemaakt. Ik heb het patroon niet gekocht. Ik ga het waarschijnlijk niet brengen. Sowieso niet breien. Ik heb wel nog dat patroon van Starflake. Dat hij zo'n hele mooie ster als begin van de sjaal gebreid heeft. Daar heb ik ook nog wel garen voor. Misschien ga ik dat ooit nog breien. Maar ja, iedereen die daarmee gaat beginnen, veel plezier ermee. Ik ben benieuwd, want hij heeft het ook weer over nieuwe technieken. Wat hij gaat gebruiken. Ik ben benieuwd wat het zijn. Ik ga wel lurken. Rocker. Ik ga gewoon kijken wat hij allemaal. Hij maakt vaak ook leuke filmpjes om nieuwe technieken te laten zien. En die zijn op zijn YouTube gewoon te bekijken. Ik zal even verwijzen hier ook naar zijn YouTube. Dus iedereen die ermee begint, succes. Ik zag dat Koperdraadje ook weer mooie pakketten had geverfd ervoor. Maar je had wel 500 gram wol nodig voor een sjaal. Dat wordt weer een grote sjaal. Maar we waren nog bezig met Soktober. En waar ik ook aan meedoe, maar waar ik dus nog aan moet beginnen. Deze even laten zien. Aan de sokkenrace van de Wall of Fame. De Wall of Fame is een breiwinkel uit Maaspracht. Midden-Limburg. En die hebben nu in oktober een soort... even kort gezegd een mini sock madness bedacht. Dus ik geloof 3 patronen en een 4e bonus patroon. Waarbij de snelste breister een prijs kan winnen. En ze hebben 1, 2, 3. Dat is inderdaad bij de sock madness ook altijd. Je kon een pakket bestellen. En ze hadden 4 kleursoorten. Ik heb het winterpakket besteld. En dan krijg je verschillende... Oh, deze is ook wel heel zacht, zodat ik hem weer even vast heb. Dit is met bamboe en polyamide. Borgo di Pazzi. Kijk, wat zijn deze kleuren? Het eerste patroon, ik zal even een fotootje invoegen, is ook al een heel leuk patroon. Dus in theorie... Als ik mijn aanwijzingen van die Spice Must Flow sokken af heb,
ga ik die sokken breien. In theorie. Oh, en wat hier ook nog bij stond. Aan het einde van het jaar hebben we een knit-along. Dus hou Wall of Fame in de gaten. Via Instagram en via Facebook. Via Facebook zijn ze het meest actief, geloof ik. Wat ook nog is, maar die is op dit moment bezig en die is er bijna afgelopen. De Shetland Wool Week. Dus daar kon je ook een kaartje verkopen om online en allerlei workshops of lezingen mee te doen. Er zijn een paar filmpjes. Ik zal een verwijzing hier maken naar de website van de Shetland Wool Week. En ik geloof Jameson en Smith, een van die wolverwerkers op Shetland. En waar ik ook even naar verwijs is, dat heb ik ook weer van de Unconvention. Dat was, ogenblikje, ik heb het gevonden. Het was Helen Robertson. Shetlandse kunstenares. En zij vertelde over hoe zij geïnspireerd werd voor haar kunst door de omgeving van Shetland en allerlei archeologische vondsten die daar zijn gedaan. En zij vertelde dat op een gegeven moment is de Shetland Wool Week ook bedacht om in oktober mensen naar het eiland toe te krijgen. Omdat het aan het einde van het vakantieseizoen is. Dus er was er nog heel weinig te doen, maar dan met die breiweek, wat eigenlijk veel mensen in het begin toch zoiets hadden van, ja, maar is dat niet heel erg ouderwets en is dat niet heel erg stoffig en truttig, stuffig, dat is dan samen, ja, dat gaat dan wat te snel voor mijn hoofd, nou ja, stoffig, hè? Nou, dat blijkt toch wel in de markt te zijn en dat daar veel inkomsten door gegenereerd wordt. Maar die is dus al bijna afgewerkt. Maar als opwarmertje of Goodwill hebben ze ieder jaar een patroon voor een muts, een cap. En dit jaar is hij ook wel weer heel erg mooi met allerlei Fair Isle motieven. Vorig jaar was hij ook wel heel erg leuk. Het thema was toen van de muts. Ik zal hem even invoegen met de precieze naam, want die weet ik even niet. Wat kon je zien vanaf de weg in Shetland als je daar loopt? Dan zie je de schapen, zie je boten. Weet je, dat allemaal verwerkt in de muts. En dit jaar, de ontwerpster heeft wat grotere Fair Isle patronen erin verwerkt. Oké, ik ben ook bezig met mijn kletspraatjes, maar nu heb ik dus inderdaad een overgang naar wat heb ik aangeschaft deze keer. Want ik wil die muts graag gaan breien. Dan moet je kijken wat ik heb. Een heel schattig garen pakketje van Holstgarn, de Deense garenfabriek. En ik zag dat Karin van Karen Knits, die had voor de Shorelography garen aangeschaft bij Holst. En dat was snel binnengekomen. Dus ik denk van, nou ja, als je Karen Knits, die zit ergens in de Verenigde Staten. Als je daar al zo snel het garen binnenkrijgt, dan kan ik eventueel daar ook wat bestellen. En nu hadden ze deze goodie bags. Oh, wacht even. En die goodie bags, die zijn niet zo duur. Mag je even raden wat die kosten? Dit is zeg maar garen wat ze over hebben. Dat wordt ad hoc gemaakt en samengesteld. Je krijgt minimaal 100 gram garen. En je kunt kiezen welke kleurstelling je ongeveer wil. Nou, dit is de groene kleurstelling. Ik had ook nog een bruine kleurstelling besteld. En welke kwaliteit je wil. Dit is de kwaliteit Coast.
Dat is 55% lamswol en 45% katoen. En ik had ook eentje van 100% scheerwol. Dan moet ik eigenlijk van die andere moet ik die muts maken. Dit is net iets cool dan, denk ik. Ja. Maar wat denk je dat die kost? Geen 5 euro. $4,49. Dus ik was aan het denken, dit zijn 9 verschillende kleurtjes en ik had hem gewogen. Hij was 140 gram, inclusief zakje. Dus het zal ruim 130 gram zijn. Dat is een mooie prijs, hè, voor bol. Maar als je een adventkalender voor jezelf wil samenstellen die niet duur is, je hebt wel 10 euro verzendkosten. Dit zijn 9 bolletjes. Dan zou je voor 3 keer 4,50 plus 10 is 9, 13,50, 23,50 genoeg bol hebben, 27 bolletjes hebben. Nou ja, je moet, het is wel zo van, je weet niet zeker of je dezelfde garen kunt hebben, of het kan wel, maar dan is het weer... Nou ja, je moet even, ik zal hier linken naar de website. En je moet het nog zelf inpakken. En je weet niet wat je, welke kleuren je precies krijgt, maar ik vind het erg mooie kleuren. Dan is dat wel een idee om daar naar te gaan kijken. En als je dan zeg maar nog een grote... Oh, je kunt ook een cone bestellen van Coast. Even kijken. Ah, 50 gram kost $3,74. Dus 100 gram $7,50. Ja, dan kun je toch een Fair Isle Spencer of zo maken. Voor 7,50 erbij. 32 euro. En dan kun je dus voor de rest... Ja. Dit is machinegeverfd. Dit is niet handgeverfde... adventkalender die je inderdaad bij... Atelier Sopra of Atelier Wolbees kunt bestellen. Maar dan kun je dus wel nog reep chocolade bij doen voor jezelf. Iedere dag een reep chocola. Stel je voor. Ja. Hoe kom je dan de kerst door? Hé? Oh, dan ben je echt 10 kilo bijgekomen. Oké. Okay. Was maar een idee. Hè? Zegt de vrouw die helemaal geen last heeft van coronakilo's of zo. Ik was nog bij mijn kletspraatjes. Dat was de Shetland Wool Week, Arm Convention. Ja, had ik gehad. Knitting History Forum, dat is ook wel een leuke. Dat is wereldwijd. Ik geloof dat Sandy Black, dat is een bekende jaren 80 ontwerpster. En die heeft ook wel een boek geschreven over de geschiedenis van breien. Ik zal het even invoegen. Ik heb het ook. Ik moet nog eens uitgebreid lezen. Dat wordt op 13 november wordt er weer een... online conventie gehouden. En wat ik heel erg leuk vind, is dat er nu ook 2 Nederlandse textielhistorici meedoen. Gineke Arnolli. En Gineke is ook betrokken bij het project Pleat. Ik zal even verwijzen naar een filmpje. Ja, ik denk dat hij hier komt. Een filmpje dat ik heb gemaakt... In 2019, toen project Pleat van start ging en ik daar ook voor heb gebreid. Hier beneden kun je meer informatie vinden en kun je erover lezen. Voor de rest ken ik Gineke Arnolli ook van het Fries Museum. En er is in 2017 of zo de tentoonstelling breien geweest. Ik zal ook even een linkje zetten. Dat was toen ook wel heel erg leuk. Dat ging ook over de geschiedenis, maar ook over de toekomst. En bijvoorbeeld Steven West was daar ook vertegenwoordigd.
Dus dat is de ene Nederlandse spreekster. Gineke gaat het hebben over goed gebreide sokken uit Harlingen uit de 17e eeuw. En volgens mij heeft ze daar ook een artikel, maar dat ging meer over de inhoud van winkels in Harlingen in de 17e eeuw. Dat had ze in het tijdschrift of het jaaroverzicht van de kostuumvereniging, had ze daar een artikel over geschreven. Dat was ook heel erg leuk. Dus het ging er ook over dat die sokken zoveel waarde vertegenwoordigden. En op het moment dat een vrouw alleenstaand werd, dus weduwe werd, werd laat ik maar niet helemaal zeggen, maar misschien zeg ik niet helemaal goed. Ja. Nou, er is relatief veel over bekend, omdat ze veel waarde vertegenwoordigde, omdat het ook over, geërfd kon worden. En dan was het wel belangrijk om te weten wat er dan in zo'n winkel was. Dus Gineke Arnolli is de ene spreker. De andere spreker is Constans Willems. En die volg ik ook weer een tijdje en een paar boeken van over de geschiedenis van breien. Ik heb eens ooit verteld over het geheim van het Groninger kousje. Ik zal even verwijzen naar een filmpje wat daarover is. En zij gaat het hebben over Little 16th Century Feet. Ik ben benieuwd wat ze daarover vertelt. Of het dan dat Groninger kousje is of dat het dan toch weer iets anders is. En er zijn nog verschillende sprekers. Het thema is heads, hands and feet. Ja. Dus kun je registreren via Eventbrite. Kost niks. Een bijdrage is wel gewenst. De volgende kletspraatje. De breidagen in Zwolle. Op 15 en 16 oktober. Dan ben ik helemaal niet in het land. Dan ben ik op vakantie. Had ik dat geweten? Heeft mijn man al vrijgepakt, hè? Kan ik niet zeggen, oh schot, sorry. We gaan een week later. Kan ook niet, een week later is het Dutch Design Week. We gaan nog een week later. We willen ook weer graag gaan wandelen, dus het moet wel een beetje weer zijn. We gaan naar Noord-Duitsland. Ik heb al gezocht welke breiwinkels er allemaal zijn. Moet toch iets te doen hebben, hè? Ja. We gaan naar een oud-Hanzenstadje, weet je wel, net zoiets als Zwolle en Deventer en Zutphen. Zeg maar aan de Oostzee, Lübeck. En daar heb je ook een mooi, eiland, schiereiland. Het is met een brug verbonden aan het vasteland. Waar van bekend is, Rübeck heet dat eiland, sorry, laat ik dat eerst even zeggen. Waarvan bekend is dat daar van de vogeltrek ook heel veel kraanvogels een tussenstop maken. Dus ik ben benieuwd of we kraanvogels krijgen te zien. Dat is altijd wel heel speciaal, want hier aan het oosten van het land komen ze in het voorjaar en in het najaar vaak wel overvliegen. En dan is het nog niet eens dat je ze ziet. Ja, toch ook wel een soort vliegformatie. Maar ze maken ook zo'n mooi geluid. Oh, ik zal eens even kijken of ik het kan invoegen. Ook zo'n mooi klokkend, melodieus geluid. Ik hoop het te zien en mee te maken. En voor de rest, ik zal wat opnames maken en dan zal ik dat de volgende keer bijvoegen. Je hebt in Rügen, heb je ook, net als in Dover, van die kalkrotsen. En die vraag ik me echt af, is dat nog allemaal van, weet je wel, toen het hier tropisch was? Dat dat uit de zee... Nou ja. We gaan daar ook wat musea bezoeken. Misschien kan ik daar de volgende keer iets meer over vertellen. Oh, waar ik ook nog even op wilde wijzen, maar wat veel mensen denk ik toch wel gezien zullen hebben. Arne en Carlos, die hebben een YouTube-kanaal. En hebben ze in september een hele leuke serie gehad van Norwegian Craft Traditions. En zijn ze op verschillende plekken geweest. Ze begonnen dan... Zo gezegd bij de wortels van Carlos, waar hij geboren en getogen is. En waar zijn familie... Sorry, van Arne. Want Carlos is half Zweeds.
Arne is 100% Noors. Waar Arne geboren en getogen is, Zetesdal. Ja. En dan zijn ze met verschillende mensen gaan praten, waaronder Annemur Sundbø. Mijn Noors moet nog een beetje beter worden. Ik zal even, niet dat ik dat vergeet. Want Annemor, die zou vorig jaar eigenlijk bij de textieldagen zijn. En dan zou ik eigenlijk een workshop bij haar volgen. Zij is bekend dat ze in Noorwegen ook de dagelijkse kleding, de gebreide dagelijkse truien, historisch heeft onderzocht. En dat is wel een heel leuk verhaal. Dat kwam omdat ze was eigenlijk weefster. En ze wilde wat meer weten over een bepaald weefproces. Daarvoor wilde ze in de leer bij een oude molen waar ze garen tot een bepaald, of nee, waar ze oude vodden, oude kleding tot een bepaald weefsel maakte. Maar die man, die was van een bepaalde leeftijd, dus die dacht van hé. Hey, nou ja, dit is mijn interpretatie, hè, van het verhaal. Die dacht van, hé, hey, jonge meid, die kan dat nog wel even aan. Je kunt bij mij komen leren, maar dan moet je ook de fabriek kopen. En de molen, en alles kopen. Dus dat was wel even, wow. Een verandering van gedachten. Dus niet alleen de techniek leren en daar zelf mee verder gaan, maar gewoon alles daar overnemen. En ja, er werd dus heel veel met oude kleding daarin verwerkt. En op een gegeven moment is zij de kwaliteit van die oude kleding gaan zien. En vaak wat er bewaard is in musea, dat zijn de pronkstukken. Dat zijn de chique zondagse kleding en de trouwkleding en dat soort dingen. Maar zij kreeg alles. Zij kreeg pyjama's, ze kreeg geborduurde werk, of gebreide werkkleding en dergelijke in haar fabriek. En nou ja, dat was zeg maar een van de eerste filmpjes die met Arne en Carlos gemaakt zijn. Ze zegt van het begin begon ik met bepaalde patronen uit die truien te knippen, zo om zeg maar die patronen te kunnen registreren. Zo van, dit werd er gebreid, dat werd er gebreid. Een eland, een rendier, dat is verschillend, hè. Ja, een ster, nog een andere ster. Maar ze zegt, op een gegeven moment zag ik ook de waarde ervan in om die hele trui te bewaren. Om te zien hoe mensen die trui construeerden. En als die stuk was, wat er dan opnieuw gebreid werd. Nou ja, nee, laat ik dat niet zeggen. Ik had weer een uitstapje in mijn brein. Maar wat ik nu ook nog tegenkwam was een lezing van de BBC. Dat moet ik even opschrijven over de geschiedenis van breien, waar zij aan deelneemt. Waar Sandy Black aan deelneemt, dus die zeg maar van de Knitting History Forum is. En nog iemand die onderzoek heeft gedaan naar breien in Zuid-Amerika. En dat, ja, het is een Engelstalig praatje. Maar daar zal ik ook naar linken. Dat gaat echt over de geschiedenis van breien. Ja. Oké. Dat was mijn laatste kletspraatje. Dus Arne en Carlos, hun serie. Ik wilde 20 minuten praten en ik zie nou dat ik al 45 minuten erop is staan. Maar die ga ik vanaf knippen, gelukkig. Even laten zien wat ik aan het maken ben. Dus nog geen sokken, hè? Nee. Komt de volgende keer. Ik ben mijn... ik wilde eigenlijk meedoen aan de Happelong. Happelong van de Diva... Dutch Wool Diva podcast. Maar aan zich is dit wel leuk. Maar dit is dus niet alleen garen van Agnes van de Dutch Wool Diva. Dit is de adventkalender van vorig jaar van Atelier Sopra. Ik ben de Making a Hap van Monique Boonstra aan het breien. Hier, dit is poging 7. Toen ging die eindelijk een beetje goed.
Hij is niet helemaal goed. Ik heb er mijn eigen draai aan gegeven. Want eigenlijk, je breidt alleen maar recht met zo'n heb. En dat is mijn manier van breien, is heel fout ervoor. Dus nu heb ik last van mijn elleboog. Ik brei, hoe heet het, op een aangepaste continentale manier. Maar als ik rechts brei, dan draai ik de hele tijd mijn hand zo. Dus op een gegeven moment, je hoeft hier alleen maar recht te breien, voelde ik mijn elleboog. Dus nu ben ik wat minder aan het breien. Dan heb ik andere manieren geprobeerd. Dit is pauwenveerpatroon. Volgens mij is het Engels feather and fawn. Hier maak je steken bij. Hier minder je steken. En zes mindere, zes meerdere. En hier in het midden blijft die steek hetzelfde. Dat is een heel oud patroon, hè? De pauwveer. En nu ben ik bezig met de buitenrand te maken. Ja. Die ken ik ondertussen ook helemaal uit mijn hoofd. Dus ik kijk niet meer op het papiertje. Dus nu komen er allerlei fouten in. Ik heb regelmatig een steekje te veel of te weinig. Oh ja. En dit is inderdaad wel leuk. Iedere twee, tenminste dit vind ik wel een mooie ontwerp. Iets wat Monique bedacht heeft. Iedere twee steken neem je er eentje op. En dan krijg je zo'n hele mooie rij. Als je het dan helemaal goed doet. Even kijken. Krijg je zo'n hele mooie lijn. Als je het helemaal goed doet. Maar. Als je één steek van tevoren samenbreidt, dan krijg je dit, hè. Ah, ik laat hem er maar gewoon in zitten. Zo erg vind ik het niet. Deze punt had ik ook iets anders gemaakt. Dat snapte ik niet hoe het in het patroon stond. Zo goed dat ik niet aan de beste breiers meedoe. Oh, dat is ook nog een kletspraatje. Die moet ik nog even weer invoegen. Snel, snel dan. Haaksterven Nederland is weer begonnen van Wolplein. Ik geloof dat ze alweer bij aflevering 4 zijn, opdracht 2. Eerst inderdaad voorstellen en zo. Dus ja, ik heb het nog niet gekeken. Ik ben de laatste tijd zoveel vlogs aan het kijken. Dat is wel een nadeel dat ik een lijstje heb gemaakt. Er zijn nog zoveel aanvullingen gekomen. Nou ja, hoe moet men ergens druk mee zijn, hè? Dus ik hoop deze nog voor, hoe heet het, mijn vakantie af te hebben. Want ik denk dat die toch wel lekker is om mee te nemen. Kijk, ik heb, dit is mijn van vorig jaar, mijn zomergasten sjaal heb ik om. Dat heb ik nu een paar jaar gedaan. Eigenlijk wilde ik het dit jaar ook bij de gesprekken van zomergasten iets breien over wat de gast zegt. Dit is Ilja Leonard Vijver. Die zal eeuwig op de kop hangen bij mij. Een ontwerper ben ik niet. Daarentegen, hoe heet ze ook alweer? Ik weet niet of je dat herkent. Ines Wesky. Die de ogen zullen jou eeuwig aankijken. En mij, natuurlijk. Mij, vooral. Ja. Dit jaar had ik eigenlijk ook iets willen doen. En deze is heel lang geworden. Eigenlijk net iets te lang voor een sjaal. Dus ik wilde er nog eentje maken. Ik ben er ooit mee begonnen omdat ik te veel katoen had. En die katoen allemaal wilde oprijden. Deze is wel ruim 2 meter geworden. En dit jaar wilde ik dan de presentatrice Janine Albring zelf breien. Maar ik had het patroon gemaakt en het was eigenlijk zo saai. Zo grote vlakken. Nou ja, ik kreeg geen motivatie om eraan te beginnen. En ik heb dus gewoon lekker naar het programma zelf gekeken. Heb ik gebreid er tijdens? Ja, volgens mij wel. Ik hoop dat ik goed te horen ben.
Dat ik niet te veel aan het kraken ben met de lijn. Maar maar deze ben ik dus aan het breien met onder andere het adventpakket. Dit zijn ook nog kleurtjes van het adventpakket. Deze donkere paarse kleurtjes, die zijn handwerkelijk, Hollands handwerkelijk. En die zijn echt geverfd door Agnes van de Dutch Wool Diva. En dit is ook nog wel leuk. Dit is van Yippie Yarns van Janine Kemijn. Nog een paar draadjes insteken. Kijk, hier bovenaan maak je een I-cord. En dan maak je even niet een I-cord. Maar toen dacht ik van, hey, als ik hier gewoon dat I-cord nog doormaak, dan kan ik daar gelijk die draadjes allemaal in doen. Ga ik doen. Draadjes insteken, dat is hem niet. En op een gegeven moment, hier hoef ik geen draadjes meer in te steken, want ik heb gewoon knoopjes gelegd. En ben ik gewoon dubbel gaan breien. Dus hier moet ik wel nog die kleine stukjes afknippen. Maar eigenlijk had ik bedacht, nee Marleen, nee. Dat moet je niet afknippen. Dat moet je gewoon heel goed terugstoppen. Ergens. En dit is geverfd met walnoot. Walnoot en eldkatjes, geloof ik, door Janine. Dus ik moet wel een beetje voorzichtig zijn, denk ik. Van die natuurlijke verven, dat het niet gaat afgeven. Oké. Ik geloof dat dit wel weer was. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te melden. Blijf gezond. Geniet van alle activiteiten die weer kunnen. Veel plezier bij, voor iedereen die naar de Nederlandse Breidagen gaat. En hopelijk tot ziens. Dag. Oh, ze hebben me die knappe mens gezien. Ik heb net een gans vooral opgenomen, maar toen word ik vergeten de dingen aan te zetten. Want zij je al van alles tegen het gezag gezeten. Goedemorgen!